Kijk, ik kan mezelf dus gewoon geen dag voorstellen zonder muziek. En als ik in 5 Essential Tracks praat met iemand over muziek, dan is het heel vaak ook een artiest. En daar geldt over het algemeen precies hetzelfde voor. En dan gaat het over de 5 belangrijkste liedjes uit het leven van die artiest. En dat kan een bron van inspiratie, van invloeden zijn. Maar hoe zit het met politici eigenlijk? Lodewijk Asscher, een dag zonder muziek. Bestaat niet. Oh, heel goed. Nou, dan hebben we in ieder geval een mooi beginpunt. De 5 belangrijkste liedjes uit jouw leven vroeg ik om. De eerste track en de 5 Essential Tracks van Lodewijk Asscher. De Dijk, we beginnen pas. De Dat Dijk. Klinkt als een strijdlied. Die is het ook. De Dijk zijn Amsterdamse dichters. Maar het is een strijdlied. Het gaat over hoop. Over dat we met de meesten zijn. Dat het allemaal misschien nog goed komt. Alles komt terecht. We beginnen pas. Juist als je mijn werk hebt in de politiek, is het belangrijk dat we ook tegen elkaar blijven zeggen. En jongens, we zijn er nog steeds met z'n allen. Dit is een fantastisch land. We kunnen er iets moois van maken. Ooit live gezien, De Dijk? Tuurlijk. Ja, we zijn al zo lang actief. En ik heb hier in Amsterdam ze heel vaak gezien. Ook op Museumplein en dat soort optredens. En er gebeurt wat. Het is feest als de jongens spelen. En de teksten, die teksten zijn, als je ze gewoon leest, al heel ontroerend. Laat ja, staan. Het is gewoon een dichter eigenlijk. Is een dichter. Ja. Zijn teksten kom ik uit vooral in boekvorm, toch? Ja. Gewoon puur om te lezen. Ja, dat is wel een goede test. Want soms teksten in boekvorm denk je iets, liedje wel aardig, maar bij hem blijft het overeind. Ja. En dat komt omdat hij, en dat is ook wat muziek kan zijn, omdat hij je gevoel raakt. En dus er zit in dat liedje dan, het moest en een zou op een dag in het najaar. En dan ga je met je hoofd al, ga je zelf door het najaar lopen en dan zie je al herfstkleuren. En dan komt die optimistische boodschap. Mooi. Ja. Track 2, weer Nederlandstalig. Claudia de Breij, Nederland. Ken je het nummer? Nee, ik zou heel erg zeggen, die ken ik niet. Okay. Ik ken Claudia de Breij dan natuurlijk wel, maar dit nummer niet. Maar het kon zo groot zijn. Klein, maar het kon zo groot zijn. Ik vind haar heel erg leuk. Mm-hmm. En iemand die zichzelf op de hak neemt, dat is ook, vind ik ook fijn. Zij heeft soms een hele serieuze boodschap. Maar brengt het leuk, waardoor ik wel wil luisteren. En Nederland gaat over ons en over hoe we daar aan toe zijn. Dus ze zitten in dat we vroeger gewend waren om toch heel erg op te scheppen over onze grote daden met een klein landje. Ja, de VOC. Exact. Jaren. En wie voor het feest heeft betaald, zit erin. Dus daar zit al een weerhaakje. En dan zegt ze, ja, maar eigenlijk, inmiddels zijn we vooral kleine hartjes en grote monden geworden. Hetzelfde als de vraag, wat voor land willen wij zijn? Willen we echt al dat mooie wat we hebben vergeten en alleen maar te zeiken tegen elkaar. Mm-hmm. Of kunnen we misschien weer iets van het leuke? Het is soms jezelf afvragen. Het is wel aan het denken. Het is net als wat je misschien zelf als je chagrijnig bent. Dan kun je heerlijk in zwelgen. Ja. En dat was een beetje dan slecht dan weer. Dan deugde niks. Het slecht weer. Oh, en je club heeft ook nog verloren. Dan helpt het als iemand op een gegeven moment zegt, snap out of it. Kijk even naar je leven. Hoeveel heb je eigenlijk wel? Weet je. Zet een lach op je gezicht en ga ervoor. Doe wat. Doe wat met je leven. Kom van de bank. Bereik wat. Track 3. Asscher, yeah. dit had ik niet kunnen verzinnen. Ja. Serieus, ja? Ja. Ja, dit is ook, als je Asscher heet, dan gebeurt dit dus. Ja. Er zijn heel veel mensen die hebben die associatie bij mijn naam. Nou, ik heb serieus gehad dat ik op bezoek ging, was ik onderwijswethouder bij een middelbare school. En ik kwam daar aan en vaak vinden die kinderen het best leuk als iemand op bezoek komt. Mm-hmm. Maar het is ook weer niet zo speciaal. Nee. Maar het stond zwart voor die school. Oh, wacht. Ja. Serieus? Je komt dan aan in de dienstauto, dus dat klopt allemaal nog. Ja. Een dure auto komt aan. Geblindeerde ramen ook. En al die kinderen. Hé, hey, Asscher, Asscher, Asscher. Ik kwam daar uit. Ja, die kinderen zeggen, wat is dit? Ja, komt er nog iemand achteraan? Wat is dit? Ja, mijn naam is Asscher. Dus dat was een misverstand. Is het nog goed gekomen die dag? Nou, ik heb de verwachting niet helemaal kunnen inlossen. Nee, ik heb echt heel erg mijn best gedaan. Maar in dit nummer, nou, het is ook een van de liedjes waar mijn kinderen ook naar luisteren. Zit zit erin, blijft hangen. Goede vibe. Track 4. Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Omdat er ook gedanst moet worden in het leven. Er moet ook een beetje vrolijkheid zijn. Mijn jongste vindt dit een heel leuk nummer. So just dance, dance, dance.
Maar dit is een nummer dat gaat echt over alle generaties, iedereen. Nou, en als je naar luistert, ja. Maar ook zo ontzettend knap. Dat die jongen dat maakt en dat het meteen een hit is alsof je er al alsof de Beatles is. Alsof 40 jaar al heeft bestaan. Ongelooflijk. Alexander Pechtold heeft ook Can't Stop the Feeling in zijn top 5. Niet, ja, dus mocht daar op een gegeven moment een overleg komen en het gaat even wat stroef, dan zeg je, hey Alexander, let op. Luister even goed. Track 5. Chef Special, In Your Arms. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms. Dat is een ontroerend liedje. Dit gaat over liefde, maar ook over gevoel. En uiteindelijk, het leven gaat ook over dingen durven, vind ik. Mm-hmm. Voor mij geldt ook dat ik dingen durf, omdat ik weet dat mijn geliefde er voor mij is en dat ik dus veilig ben. En of ik nou goed of slecht gedaan heb, daar voel je je vrij en daar kan ik thuiskomen. Dat pakt dit liedje. In Your Arms I Feel Safe. Vanaf de dag dat ik je ontmoette. Ik vind dat heel mooi samengevat van wat je eigenlijk zoekt bij een ander mens. Niet alleen de mooiste zijn, dat is ze ook. Niet alleen de leukste of de slimste zijn, dat is ze ook. Maar een soort gevoel bij jou, ben ik veilig. Dat is niet altijd makkelijk te combineren. Dat een heel harde politieke carrière, of een druk bezetten, niet altijd goed te combineren valt met een thuissituatie. Als het heel erg goed gaat met de PvdA, dan kan het ook een struikelblok zijn voor thuis. Ik heb juist, omdat ik weet dat ik durf wat ik doe dankzij haar, en dat ik dat ook kan, doordat ik haar heb, heb ik die prioriteiten altijd, ik hoef daar niet aan herinnerd te worden. En zij wist wel, ik was er toch. Ik was er om de jongetjes naar school te brengen. Mocht er dan weer een extreem lang debat zijn geweest en je komt om, 2, 3 uur 's nachts thuis. Ja. En dan 's ochtends aan de ontbijttafel toch eventjes Chef Special opzetten. Ja. Dat helpt. Nou, aan de ontbijttafel ligt zij dan denk ik nog te slapen. Oh, okay. Ik doe 's ochtend de ochtendshift. Oh, heel goed, heel goed. Maar het helpt wel. En sowieso, samen naar muziek luisteren. Liefst als je in de auto zit of zo, op een of andere manier luistert dat lekker. Ja, ja. Dat is heerlijk. Dan heb je niet heel veel woorden nodig. Dan weet je, oh ja, we zijn altijd nog samen. Er kan ons niets overkomen. Dankjewel. Mooi.